Ja, en daar staat Marjolein van Kooten alweer klaar. Daar sta ik Marjolein, al. Marjolein, je hebt normaal gesproken heel bijzonder publiek, hè? Ja, dat klopt. Ik maak psychiatrisch cabaret. Dus dat is cabaret over eigenlijk hoe ingewikkeld het is om te leven. Het is voor... ik heb zelf een psychische aandoening gehad. Ik heb heel lang angstaanvallen, paniekaanvallen gehad. Daar ben ik theater over gaan maken. En dat bleek heel veel publiek te trekken. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die iets mankeren. 1 op de 3 mensen in Nederland krijgt een keer een psychische aandoening. Dus, en het is cabaret en het is vooral heel hard lachen. Maar het is ook een hele mooie manier om aandacht te vragen voor het probleem, denk ik. Ja, dat klopt. En ik heb zelf ook, en daarom wilde ik vanavond hier heel graag zijn... ik heb zelf dit soort dingen altijd nodig om bij mijn gevoel te komen. Ik kan nooit zo makkelijk ergens om huilen. Maar als ik een mooi lied hoor of als ik een mooie film zie... dan kan ik daar wel heel erg om huilen. En dan komt er allemaal anders zeer ook mee... Kunst in de mooiste vorm, dus. Ja, eigenlijk. Dat is echt waarom ik vind dat kunst, wat het voor mij doet. En hoeveel mensen vertegenwoordig jij voor op het bord straks? Ja, 20. 20? Dus mensen van het impresariaat, fotografie van het affiche, ontwerpers, technici, mijn pianist Vera. Hi. We gaan er 20 op het bord bij zetten. Dankjewel. En wat ga je voor ons zingen? Lente. Lente. Ga je gang. Lente lijkt begonnen, de morgen ruikt lichtgroen. Mijn buurman lapt zijn ramen, dat zou ik ook best kunnen doen. Maar zeg maar niets. Ja, de lente is begonnen. Het is al 7:45. Nu blijft het langer licht, alsof dat... de boel verzacht. Nee, zeg maar niets. Ik ben moe tot in mijn zolen, maar slapen kan ik niet. En ik heb niet eens een reden voor dit levensgroot verdriet. Ik ben gewoon, ik voel gewoon, het is weer eens zover. Alles rijkt omhoog en ik donder weer omver. Maar de lente is begonnen. Ik hoor de herkenningstune. Kwetterende merels, is daar niets aan te doen? Nee, zeg maar niets. Ik voel de lente binnenstormen. Volgens mij met windkracht 10. In het park bloeien narcissen, maar die moet je kunnen zien.